Goedenavond. Zo, eerst eens even beginnen met mezelf opzoeken. Kijken of het live gaan is gelukt vandaag. Even kijken of ik mezelf kan vinden. Ja. Oh. Hij zegt alleen, is iets fout gegaan. Meer informatie. Wat is er fout gegaan? Dat is heel vaag. Ik ga even op mijn telefoon kijken. Kunnen jullie mij zien? Ja, jullie kunnen mij zien. Oké, nou dat is al heel wat. Dan ga ik nog een keer kijken of hij... ga ik even uitzenden erin, want ik kan mezelf niet zien. Hij zegt dat hij de video niet af kan spelen. Terwijl jullie mij waarschijnlijk wel gewoon zien. Dus dan ga ik heel even eruit. En dan ga ik er weer eventjes in. Sorry voor het oponthoud. Het is erg vervelend als ik niet met jullie mee kan lezen. Zo. Facebook. Ik denk misschien helpt het als ik even eruit ga en er weer in ga. En volgens mij heeft dat ook geholpen, want ik zie wat. Ja. Nou, kijken of ik hem groter kan krijgen. Ja, daar ben ik. Hé, sorry. Dan breekt het speciaal altijd even uit als het niet wil meewerken. Goedenavond, hallo. Goed, laat ik beginnen, want dat is alweer lang genoeg zo geduurd. Ik ga vandaag een... ik zie mezelf ook, jee. Ik ga vandaag een shabby chic kaart maken. Een beetje een over de top kaart met bloemen en alles erop en eraan. En het idee kwam eigenlijk alleen maar... in mijn hoofd, omdat ik deze stans zag van Craft Emotions. De Archie Window, nou ja, eigenlijk gewoon een boograam. Ik heb hem inmiddels ook een paar keer uitgestanst. Misschien deze makkelijker om te laten zien. Het is een dubbele stans. En als je de buitenrand erbij stanst, krijg je hem zo. Dan kun je hem hier nog omvouwen. Dan kunnen de luiken nog open en dicht. Laat je de buitenste stans weg, dan kun je hem ook als een no-end stans gebruiken in een kaart, bijvoorbeeld. Dus het is een dubbele werking van deze stans. Ja, Petra, je bent helemaal niet te laat. Ik kon mezelf even niet vinden, dus ik moest even eruit en er weer in, maar ik kan weer meelezen. Vervolgens was ik zondag gewoon... het bos in met mijn kinderen, verder niks bijzonders. En hebben we een onverwachte, spontane, totaal niet voorbereide fotosessie gedaan. En er waren een paar leuke foto's uitgekomen die ik een beetje vergrijst heb gemaakt, bewerkt. En die wil ik er ondertussen ook in verwerken. Dus als ik hiermee bezig ben, die komt hier dan op de een of andere manier, komt hier erachter. En dan heb ik meteen een kaart voor oma, een van de oma's. En dan vooral de oma die we even niet kunnen zien. Nou, kunnen ze allebei even niet zien. Want mijn dochter zit in quarantaine omdat er een klasgenootje positief bleek te zijn. Dus die moet een paar dagen thuisonderwijs doen. Verder niet ziek of zo hoor. Nou, oké. Wat heb ik allemaal gepakt? Ik denk van, nou, ik ga er gewoon van alles bij pakken. Ik heb nog dit... deze... Ik heb nog dit papier, dat muziekpapier, dat heb ik erbij gepakt. Ik heb gewoon witte kaartstok, dit is van Florence kaartstok, erbij gepakt. Een blauwe van Florence ook volgens mij. En ik heb de Worn Wood papier erbij gepakt van Elizabeth Craft Design. Ik denk daar valt vast nog wel iets leuks mee te doen. Dus die heb ik er sowieso bij. En ik denk dat het handigste is als ik daar even mee ga beginnen. Voor de praktisch, de opbouw van de kaart, is dit wel even handig. Misschien ook handig om te zeggen dat ik heb gekozen voor blauw tinten voor deze kaart. En daarvoor gebruik ik de Versa Magic. Voornamelijk deze, dit is een Night Sky, een EG, een Blue of iets dergelijks, is die andere. Nou, dat is wat ik een beetje van plan ben om te gaan gebruiken. Dit is allemaal gewoon cardstock. Het idee is om deze bovenop te doen. En in welke volgorde?
Dan moet ik even kijken. Misschien heb ik die witte helemaal niet nodig. Dus ik leg mij even apart. Goedenavond voor die binnenkomt. Ik ben nog maar net begonnen. Nou, de stans. De raamstans. En ik twijfelde heel erg of ik wit of gekleurd ging gebruiken. Maar ik denk dat ik toch voor... Dit is ook gestanst uit het Wornwood papier. Hè? Dat houtpapier. Dat is ongeveer de basismaat. Dan wil ik daaronder, denk ik, de blauw. En daaronder, als achterste, wil ik denk ik deze. Want ik vind andersom niet zo mooi. Denk ik. We gaan het gewoon eens uitproberen. Even mijn snijmachine erbij pakken. Beetje weinig ruimte, dus ik moet af en toe een beetje improviseren. En dan ga ik eerst eens even deze trimmen. En ik doe nooit echt iets op maten. Dat degenen die mij vaker gezien hebben, die weten dat inmiddels wel. Ik kijk gewoon even wat past er het beste bij wat ik doe. Nou, in dit geval het raam. En in dit geval kan ik hem op 16 centimeter, zo, kan ik hem wel afsnijden. En in de breedte vond ik hem eigenlijk ook wel prima voor het raam. Kijk, zo komt hij wel mooi uit, denk ik. Dus dat is 16 en dan moet ik heel even spieken hoeveel in de breedte het ongeveer is. Dus ongeveer 12,5 in de breedte en 16 in de hoogte. Dat is 1. En nou is het even kijken van wil ik er wit achter of wil ik er blauw achter. Ik denk blauw. Snij ik er nog een stukje af. Nou, dit andere was 16 en maken we dit 17. De andere was 12,5 en maak ik dit wel 13,5. Even spieken waar 13,5 is. En 13,5. Dat is 2. Goedenavond allemaal. Gezellig dat jullie erbij zijn. Kijk hoor, dus dit... Komt hierop. Dit komt hierop. Even kijken of het een beetje leuk is om er nog een laagje erachter te doen. En of ik dat nog breed genoeg kan doen. Zo. Dertien en half, wat zei ik? Zo. Nou, ik zie wel schuin, maar op zich maakt dat niet zoveel uit. Het is de laatste die ik kon vinden, dus ik moet echt weer bijbestellen van dat muziekpapier. Het is maar een klein randje, dus dat kan prima. Zo ga ik hem opbouwen. Zo. Nou... De basis. Dat zijn deze drie. Nou, bij een shabby chic kaart vind ik het altijd wel leuk om de randen wat te distressen. Dus ik pak even mijn... Goedenavond. Ik pak heel even mijn randen distresser erbij. Mijn papier distresser. Ja. Ik kan hem nog vinden in de etui. En ik ga... Eigenlijk gewoon even alle randjes langs. En het hoeft helemaal niet netjes. Integendeel. Met zo'n shabby chic kaart vind ik het altijd wel leuk als het een beetje scheurt en doet. Dan zijn jullie allemaal aardig voor elkaar. By the way. Oh Tini, je bent helemaal niet te laat. Ik heb alleen nog maar papier gesneden. Dat was het. Vreselijk saai, hè? Ik ga een enkele kaart maken inderdaad, Ali. Ik maak eigenlijk bijna alleen maar enkele kaarten. Omdat ik vaak mixed media kaarten maak of druk bezette kaarten maak. En dat is het handigste op een enkele kaart. En op deze kaart ga ik dan een foto verwerken. Dat is eigenlijk een beetje een idee wat ik vanmiddag pas kreeg. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ik denk dat het wel leuk is en om dan met de foto cadeau te geven. Kijk, dat is gaaf. Dat is 1.
Ja, gaaf etui. Dat is van Art by Marlene, de etui. Volgens mij bestaat hij nog in de webshop. En volgens mij heeft ze in een nieuwe collectie ook een etui. Het zijn in elk geval fijne, ruime etuis. En dat was even de opzet. En er moet dan stiekem toch best wel veel in. Zo, nou, ik ga gewoon even met jullie meelezen. De persconferentie, wat heb ik allemaal gemist? Ik hoorde alleen iets over dat de zwemlessen weer mochten beginnen volgende week. En aangezien mijn dochter aan zwemvaardigheid doet, dus denk ik dat ze, dat, wel, dat, dat dan ook wel doorgaat. En, oh ja, Bianca, je zou inderdaad hier nog uit kunnen stansen, want je hebt die er toch achter. En dan zie je toch niet hierachter, inderdaad. Maar in dit geval kan ik dat gewoon zo doen. Dus ik hoorde dat de zwemlessen weer door mogen gaan volgende week. En wat heb ik nog meer gemist? Ja, je wordt er alleen maar depri van, inderdaad. Maar ik denk dat er verder weinig extra gebeurt. Maar misschien hebben jullie nog wel iets meer gehoord. Ik heb niet alles gehoord. Buitensporten voor 4 personen. Oh, Henny, dat is op zich alweer heel wat. Maar van 4 personen vanaf 27, of niet? Want de jeugd mag dat toch al? Of nou, van de jeugd tot 27 jaar mocht je dat al, toch? Zo. Mijn zoontje mag in elk geval voetballen, laat ik het dan zo zeggen. Nou, dit is vreselijk saai werk. Maar het moet even gebeuren. En het heeft, uiteindelijk is het gewoon heel leuk. Effect op het laatst, om het zo maar te zeggen. Dus het is de moeite waard om er toch even tijd aan te besteden. Kijk, en dan scheurt hij een beetje, maar dat geeft helemaal niks bij zo'n shabby chic kaart. Ja, vanaf de 27 heb ik nog 23 maart. Heb ik niet veel gemist, Evenie, nee. Dat dacht ik al. Ik kijk zo, mijn man was aan het kijken, toen kon ik het meeluisteren. Maar normaal gesproken denk ik, ach, ik hoor het wel weer, wat we nou weer niet meer mogen. Zo. Ik vind het al behoorlijk vervelend dat mijn dochter zonder klachten moet testen komen de woensdag. Maar goed, als dat betekent dat ze dan weer mag sporten en naar school mag, dan moet het maar. Zo. Tot nu toe hebben ze nu weer even een paar dagen thuisonderwijs. Ja, dat is wel fijn inderdaad. Dan kunnen de sportscholen ook weer buiten wat meer lessen geven. Hopelijk wordt het ook weer iets beter weer. En dan kunnen we alweer buiten sporten. Ja, de hardlopers hebben er waarschijnlijk weinig mee te maken, want die doen dat toch wel. Dan zijn er natuurlijk nog een heleboel andere sporten die dat allemaal niet konden. Zo. Die en die. Nou, ik vind dat effect van zo'n randje, dat is, hoe eenvoudig is het, is gewoon al heel leuk. En dan heb je eigenlijk nog helemaal niks gedaan. Alleen maar dat papier een beetje stuk zitten maken. Maar het effect is gewoon zo leuk. Zo. Kijk. Als je vaccinatie hebt gehad, 2 bezoekers. Ja, dat is fijn voor de ouderen. Het gaat geloof ik ook een heel stuk beter in de verzorgingshuizen. Nou, dat is allemaal mooi zijn. Zo. Nou. Dan zouden we nog kunnen zeggen van we rollen wat meer op. Her en der. Voor wat extra effect. Helemaal leuk. En door naar de knutsel. Ja. We gaan naar de knutsel. Nou. Zo. Het is best stevig papier. Het is gewoon lastig om het op te rollen en zo. En toch, en moet en zal het van mij gebeuren. Zo. Nou. Zo, hè? Dat is dat. Ja, dat randje, dat is leuk. Dat is gewoon eigenlijk gewoon stuk maken van het randje. En dan het effect als je het in laagjes doet op elkaar is echt gewoon heel leuk. Even kijken hoe het raam uitkomt. Komt goed uit. Ik kan hem nog wel iets meer rollen.
Ik weet eigenlijk niet hoe ik... ik weet wel hoe ik erop kwam om een blauwe kaart te doen. Ik had dat papier van Paper Heaven. En daar zitten een paar blauwe bloemetjes bij die ik erbij wil doen. En ik denk, oh, dan kan ik alles wel een beetje blauwe tinten maken. En dat vind ik wel mooi. Nou, dit gaan we alvast even aan elkaar plakken. Dat kan alvast wel. Dan kunnen we een spoortape erbij pakken. Kunnen we dat alvast doen? Zo. Even kijken. Zo. En deze nog even. Als jullie gestampt horen, dat zijn mijn kinderen die volgens mij boven aan het dansen zijn of zo. Want ik heb het idee dat het plafond weer naar beneden komt. Al met z'n Maar misschien horen jullie dat niet. Ik trek het heel even naar me toe, want ik moet even kijken of het wel een beetje in het midden zit. Ja, zit het wel aardig. Dat is die. En dan gaan we het hier nog doen. Nou. Ik dacht gisteren met die kinderen. Die zaten veel binnen en zo. En ik dacht, weet je wat we doen? We gaan lekker het bos in. Dat gebeurt bijna nooit. En ik zal je zeggen, ik heb een bos om de hoek. Het is geen gigantisch groot bos. Maar voldoende om even lekker drie kwartier uurtje te lopen of zo. En toen was ik met de kinderen er naartoe gegaan. En het was prachtig weer. Zonnetje scheen. Ik denk, oh heerlijk. Even eruit. Was gelukkig niet druk. Niet, ik weet niet hoeveel mensen ter plekke. Nou, het was zo lekker. Dus, nou ja, die foto is dan gemaakt in het bos. Helemaal leuk. Dit zijn mijn zoon en dochter, hè. Even kijken. Dit gaat open. Iemand die stelt de vraag, heb ik iets gemist? Zo lastig als ik dan bezig ben, ik soms een vraag mis. Ja, dus het bos is dichtbij. Ik zal je vertellen, toen wij hier net woonden, toen wisten we helemaal niet dat daar een bos was. En toen was mijn... stiefvader die was heel erg met het geocaching bezig. En die zei van, oh, die is hier vlakbij ook een bos. En wij keken elkaar aan, een bos. Ja, er zit hier vlakbij een bos. Loopafstand. Even kijken waar we hem ongeveer willen hebben. Daar. Oh, grijs in het noorden. Oh nee, het is hier vandaag ook heel zonnig geweest. En droog. Het zou volgens mij ook gaan regenen, maar... Ik heb het er al wel niet gezien, laat ik het zo zeggen. Niet dat ik de hele tijd buiten loop, maar... Meestal merk je zoiets wel, maar ik heb niks gezien. Even kijken. Yvonne, wat zeg je allemaal? Ik mis het. Ik ga teruglezen. Straks. Yvonne, wat zei je? In Haarlem heeft het geregend. Nee, hier helemaal niet. Niet dat ik weet. In het zuiden. Ongeveer hier voor de foto. Nou, dat is toch al heel leuk, hè? Ja, zonnig en droog in het zuiden, Petra. Ja, vind ik heerlijk. Even kijken hoor. Deze gaat een beetje omhoog. Hem zie je er wel doorheen. Nou, kijk. Goed, ik ga kijken of ik vragen zie. Amsterdam regent het. Volgens mij is het hier nog steeds droog. Hebba. Nee. We moeten het er maar mee doen, hè? Na de regen zal er wel weer een keer zonneschijn komen, toch? Hebba. In het noorden ook al...
Nou ja, goed. We gaan ervan uit dat het weer beter wordt. Lente komt eraan. En dan toch weer wat vaker, makkelijker naar buiten. Alhoewel, als het mooi winterweer is, is het natuurlijk ook geen straf. Maar ik ben meer een lentemens. En een zomermens. Oeps. Dit is nog wel even tricky om op te plakken. Zo. En die moet open kunnen en die moet open kunnen. Dan ben ik weer helemaal blij. Sorry hoor, ik moest even van de afdeling concentreren. Ik moest me heel even concentreren. Kijk. Nou, ik heb er een beetje nekpijn van. Ik mis elke keer opmerkingen van iemand. Tena Ladies hebben het over. Nou, gaat goed. Nou, dat shabby chic is een beetje, nou ja, dit, dat gescheurde, dat kant, bloemetjes, vlindertjes, vogeltjes, dat is een beetje dat shabby chic. En dan, ja, die gerolde papiertjes, een beetje, ja, de ouderwetse look. Ik vind ook altijd, er past dan wel, ook wel echt van die ouderwetse spulletjes bij, zo'n kaars en zo'n standaard en zo, en zo'n pool. Op de een of andere manier associeer ik altijd die look met dat soort dingen. Het zal ook wel in mijn hersenen liggen. Zo. Kijk, dit is toch superleuk. Dit had ik had die foto nog niet eens. Want ik wilde eigenlijk wat anders erachter doen. Maar toen ik dit raam, die raamstans zag. Toen dacht ik, kijk, je kan er natuurlijk superleuke dingen mee doen. Ja, nu past dan die foto. Die heb ik dan een beetje grijs tinten gemaakt. Ik denk, dan past die weer bij dat blauw en zo. Ja, is toch geweldig leuk. Dan heb ik wat anders. Deze moet even weg. Het zakje. Ja, inderdaad, vintage look, sliertjes, dingetjes. Helemaal leuk. Slappelach. Slappelach, heb je dan een tenenlening nodig? Ja. Ja, dat zou best wel kunnen. Even kijken. Wat ging ik doen? Ja, bloemen. Bloemen hoorden erbij. Bloemen hoorden er absoluut bij. Bij dit. En geloof het of niet, ik heb zowaar mijn matje teruggevonden. Yeah. Ik had al bijna een andere besteld. Ik kon hem niet vinden. En uiteindelijk lag hij op een plek dat je denkt, hoe kom ik erbij om daar neer te leggen? Dus, bloemenmatje. Bloemenmaak. Spulletjes. En even een klapblaadje. Deze leg ik even voor. Deze bloemen wilde ik maken. Dit zijn bloemen. En ik heb even de stans erbij gepakt. Van de stansen van Elizabeth Craft Design. Dat zijn die florals, om het zo maar te zeggen. Nou weet ik dat de nieuwe collectie deze week weer komt. Maar dit is nog de oude collectie en dit is de Florals One. Dat geeft erg leuke bloemetjes voor dit. Dus ik denk, nou, dan kan ik wel aan de slag met de Florals One. Dus die heb ik gestanst uit foam. Gewoon dunne foamvellen. Dat zijn gewoon deze. En ik dacht van, nou, ik bereid er alvast een aantal voor. Want anders ben ik drie kwartier bezig. Het bloemenmaaksetje is van Marianne Design. Dat is een, ja, die, ik denk dat dat de meest bekende is. Tenminste, ik zie hem altijd overal terugkomen. Dus daar ga ik dan vanuit. Maar dit soort bloemen vind ik mooi om hierbij te gebruiken. En ik ga ze eerst even kleuren. Nou, je kan al zien, ik heb wat donkerdere en ik heb wat lichtere gemaakt. En ik ga deze twee nog even maken. Even kijken. Zo. 1, 2, 3. Ja. En dat deed ik dan met de Versa Magic. Dat krijtachtige inkt is dat. En dit is die Aegean Blue en dit is de Night Sky. Nou, die heb ik een beetje door elkaar gebruikt. En ik maak het mezelf niet moeilijk, want het hoeft niet heel erg donker.
Dat zou wel kunnen. Als je wil, kan je het natuurlijk zo donker maken als je zelf wil. Maar in het kader van die kaart hoeft het allemaal niet heel erg donker. Ga je een schriftje erbij om alle ideeën op te schrijven? Ja, waarom niet? Je kan altijd even terugkijken, hè? Want deze die staan altijd wel op YouTube. Maar inderdaad, je kan ook altijd als je ideetjes ziet, hoort, kun je ze zeker even opschrijven. Nou, hier maak ik het mezelf eigenlijk heel makkelijk. Ik hoef er niks geks voor te doen. Wat ik wel even moet doen, ondertussen, is mijn lijmpistool opwarmen. Want anders gebeurt er niet veel. Want ik gebruik foam. En met dat foam, ja, dan moet je dan eventjes in combinatie met een lijmpistool gebruiken om te lijmen. Dus die pak ik er ondertussen even bij. Die zet ik heel eventjes naast me. En dan kan die ondertussen even warm worden. Zo. Ja, ideeën in je telefoon. Ik heb ook een lijstje in mijn telefoon met wat ik heb. Want als je dan ooit een beurs zou... Dat heb je natuurlijk nu heel even niet meer. Maar had je ooit een beurs of iets? Dan stond je wel eens op een beurs en denk je... Ja, had ik die de kleur nou wel of had ik die kleur nou niet? En ja, dan is het af en toe best handig om iets bij de hand te hebben waar het in staat. En dat heb ik inderdaad op mijn telefoon. Zo'n notitieblokje, weet je wel. En dan vergeet ik wel eens als ik wat nieuws koop om dat erbij te zetten. Dus uiteindelijk ben ik dan nog bezig om het uit te zoeken als ik tijd heb. En dat heb ik de laatste tijd, dus ik ben er veel aan het uitzoeken. En zo, wat ik wel en wat ik niet heb. En deze heb ik bijvoorbeeld dan alle kleurtjes opgeschreven die ik heb. Nou, dat zijn deze. Dan ga ik voordat ik ga lijmen, zal ik het daarna doen, dat maakt op zich niet zoveel uit. Ik doe het daarna wel. Ik ga ze zo eerst even lijmen en wat ik wil zeggen is dat ik ook nog een gat in wil maken. Om... de meeldraden erin te doen. Het is net even wat handig om te doen als het al gelijmd is. Dan moet ik wel tevoorschijn zien te krijgen. Ja, ik heb hem. Nou, kijken of hij al een beetje warm. Nee, deze lekt niet. Ik vind hem ideaal. Ik heb hem ooit op advies van Janine, deze. En die, ik had eerst een andere. Nou, dat lekte continu, dus moest ik bakpapier onder doen. Maar ik heb deze die... Nu toe gaat het eigenlijk heel erg goed. En dan is dus, ik laat hem heel even warm worden. Maar dan laat ik ondertussen even zien wat een beetje de bedoeling is. Deze laat ik expres zo meteen iets open. Dus er komt hier komen allemaal bloemen langs. En dan kijken we wel eventjes hoe. En dan gaan we dat helemaal opvullen. De onderkant wordt wat voller. En dan heb ik ook nog van dat paper heaven papier, wat van die vlindertjes. En ik heb ook allemaal uitgeknipt van die takjes die er overal tussen kunnen. Ik heb ook blauwe blaadjes hier. Blauw, nou dat is cool. Dat is een beetje het idee. En ik heb ook nog zo'n, ik weet niet of dat ergens past. Ik denk nou, ik zal hem uitknippen en dan zien we het wel. En die hebben ook van het paper heaven papier, die blauwe bloemetjes, die kan ik ook overal nog tussen doen. Dus dat is voor zo meteen. Dat is een beetje het idee. Wat er gaat gebeuren. Welk merk is dit van wat? Merk van... Deze is paper heaven, heet het merk. Er komt heel veel nieuw van binnen, eerdaags. En dat paper heaven papier... Dat is, ze hebben van alles drie. Ik heb al flink zitten knippen. Je kan het hier zien. Dit zijn die bloemetjes. Daar heb je allerlei soorten, kleuren, et cetera van. Dit is wat ik onverwachts binnenkreeg. Een heel, tenminste, die had ik besteld, want die vond ik onverwachts heel erg mooi.
Dus dat is dat Paper Heaven. Zo heet dat. Nou, volgens mij is die warm. Ik weet niet of je het in de... Ja, ik kijk niet alle lives. Maar het kan best zijn dat Janine het heeft laten zien. Dat zou heel goed kunnen. Nou, zit ik per ongeluk met mijn vinger in. Dat is niet handig voor mij. Ach, dat doe ik, vergeet natuurlijk wat. Goedemorgen. Je moet hem natuurlijk nog wel eerst even bollen. Dat is wel handig. Nou, als het een beetje droog is, dan lukt me dat ook wel met het gelijmde. Maar dan moet het eerst even goed droog worden. Nu laat ik heel even drogen. Dan maak ik hem ook bol. Zo. Ja, ik heb het inderdaad ook in een berichtje laten zien, dit papier. En ik vond het onwijs geschikt voor deze kaart. Ja, kijk. Dus ik ben gaan knippen. En ik denk, ja, dat is helemaal, helemaal leuk. Welke Facebookgroep? Dit is Hobby Fishing waar je zit. Ik weet dat er heel veel lives zijn van zo'n beetje elke hobbywinkel tegenwoordig. Want iedereen is het gaan doen op enig moment. Maar dit is Hobby Fishing. En ik merk dat het 8 uur is. En dan gaan er altijd een aantal mensen weg naar andere lives. Het is altijd wel grappig om te zien. Ja, ik kijk meestal zelf gewoon 1 live en als ik dan wat terug wil zien, dan kijk ik dat later wel terug. Maar ja, het is ook wel leuk om een beetje te hoppen, denk ik. Het is net wat je wil. En zo. Nou. Het merk van de bloemen. De bloemen, dat zijn de Florals One van Elizabeth Craft Designs. Dat is wat ik net liet zien. Dat zijn deze. En dat is de Paper Flower collectie. Dat is dit. Dit is 1 setje, zeg maar. En dat is een mooi maatje om bloemen mee te maken. Want ze hebben gewoon een mooi formaatje. Zo. Volgens mij deed ik het verkeerd. Dat maakt niet zoveel uit. Ja, nou weet je, als je wil live hoppen, dan moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar het valt me altijd op. Ik denk, oh, wat grappig. We gaan altijd een stuk of 50 hoppen. Of 60. Ja, dat kan ook nog. Hè? Dat je het per ongeluk en toevallig ziet. Heb ik zelf ook wel eens. Ik denk van, hey, is er daar iemand live? Laten we eens even meekijken. Dat is ook wel leuk. Nou. Even drogen. Dit gaat hier. Oh, lekker je gym journal bezig. Oh, dat is ook leuk. Ja, het zijn hele mooie, mooie bloemen. Maar die hele Paper Flower collectie, die heeft mooie bloemen. Niet dat ik ze allemaal heb of zo, maar ik heb er een paar en die zijn allemaal eigenlijk wel mooi. Ik ga heel even een gaatje erin maken. Dat doe ik even hiermee, de Big Bite. Dan kan ik daar die meeldraden doorheen doen. Nou, dit is wel een leuk werkje altijd om te doen hoor. Er is natuurlijk wat. Er zijn mensen ongelooflijk bedreven in het maken van die mooie bloemen. Zelfs van printerpapier. Ik vind het altijd prachtig om te zien. En knap hoe ze het doen. Nou, dat foam, dat wil altijd wel lekker een beetje meevouwen. En dan gaan we nog
En even spieken. Want ik heb nog zo'n, iedereen heeft zijn, wel denk ik wel wat meeldraden. Een paar van die parel meeldraden. Zo. Nou, dan komen die in het midden. Ah, Marjan, die doet gewoon twee. Jij doet multitasken. Daar zijn we vrouwen voor. En het is Internationale Vrouwendag, geloof ik. Dus dat past helemaal. Gewoon multitasken. Helemaal leuk. Nou. Zo. Dubbel vouwen. Even draaien. En dan gaat hij er doorheen. Niet alles wil mee. Maar dat geeft niets. Nou. Kijk, hij lekt eigenlijk helemaal niet. Dit is... Voordat ik mijn vingers verbrand, dat had ik gisteren met eentje. Dat is die. Die mag ook even drogen. Oh joh, er zijn er volgens mij wel 3 of 4 lives momenteel. Ja. Maar het is ook allemaal leuk. En je leert overal wel weer van, toch? Het is allemaal leuk om te zien. En iedereen doet zijn best, hè? Want ik weet, het is heel veel werk om zo'n live voor te bereiden. En het is ook leuk als er dan wel mensen meekijken, want waar doe je het anders voor? Het is daarna ook altijd best wel werk, want ja, het moet allemaal weer natuurlijk verwerkt worden. En het moet op YouTube en er moet een blog van. En ja, het houdt je bezig, het houdt je van de straat. Nou, dit ruim ik zo meteen wel op. Dit mag allemaal even opzij. Ondertussen stoot ik mijn lamp omver. Het gaat heel erg goed. Wat ik ondertussen ook ga voorbereiden, want dit zijn eigenlijk allemaal kwestie van voorbereiden dingetjes. Het mag drogen. Is het volgende. Ik heb die vlindertjes, maar ik vind het ook wel leuk om vogeltjes erbij te doen. Ja, dankjewel Bettina. Ja, Erika, je kan ook inderdaad gewoon kijken als je er naartoe bent. Die dingen zijn allemaal terug te lezen, allemaal terug te kijken. Dan kan je het gewoon lekker in je eigen tijd doen. Geeft mij altijd heel veel onrust om van te hoppen, maar er zijn mensen die dat heel goed kunnen, denk ik. Zo, kijk. Ik heb de vogeltjes, dit is van D-Lines, I'm Humming For You, de hummingbirds. Ik ben nou de Nederlandse woord, ben ik nou toch gewoon kwijt. Dat vogeltje in elk geval. Daar heb ik al 2 van gestempeld en alvast uitgeknipt. Die zal ik nog even kleuren. En om hetzelfde kleurenpalet te houden, is deze. Ja, ik ben ook blij dat mensen er blij mee zijn. Anders hoef ik het ook niet te doen. Hè? En dan hoef ik het daar ook niet uren aan te besteden. En dat het wel fijn als het een beetje gewaardeerd wordt. En dat is, denk ik, hebben we allemaal natuurlijk. Hè? Dat hebben alle dames die zoveel werk erin steken om live te gaan. Zo. Even mijn craft sheet. Ik ga dit gewoon even op deze manier doen. Nou, dit is natuurlijk ook wel een bekende. Inkt op je craft sheet. Een beetje nat maken en dan vervolgens verven. En aangezien dit weer dezelfde kleuren zijn als waar ik de bloemen mee gedaan heb, past alles weer goed bij elkaar. Kijken. Pasje. Met de lichtste kleur beginnen. Ik moet het nu allemaal wat sneller doen, maar dit zijn natuurlijk wel heel erg leuke processen om te doen, hè?
Het voorbereiden, het kijken van nou, wat staat leuk, wat past er leuk bij. En wat kan ik er nog meer mee. En nou, het is allemaal nou, fijn dat jullie er zo blij mee zijn. Doen we het allemaal niet voor niks. Zo. Een donkerder laagje. Punten van de vleugels. De staart. Kijk, dat is toch super leuk om erbij te doen op deze manier. En zo past alles weer perfect bij elkaar als je dezelfde inkt gebruikt om te kleuren. Kolibri, dank je. Ja. Ja. Het is ook best een dingetje hoor, bij elke week weer wat te verzinnen. Alhoewel, volgende week maandagavond dan ben ik er niet. Dat is ook zoiets. Mijn dochter die wordt 12, eerdaags. En die moet zich dan natuurlijk inschrijven voor de middelbare school. En ik geloof het of niet, dan moet je tegenwoordig natuurlijk een tijdslot afspreken. Om een afspraak maken om in te schrijven en zo. En wij zijn volgende week maandag om 7:30 avonds aan de beurt. Hoe verzinnen ze het? Ik moest er wel eigenlijk stiekem een beetje om lachen. Want ik denk, hoe krijgen ze het voor elkaar? Het is precies de tijd dat ik live ga. Maar ja, ik ga denk ik een andere dag dan wel live. Kan ook, hè? Dat maakt niet zoveel uit. Nou, dan is het een kwestie van de kaart samenstellen. En dat gaan we doen met de spulletjes die ik al heb laten zien. En dat zijn deze. Dit is wat ik allemaal al gestempeld heb, gekleurd heb, wat ik geknipt heb van het Paper Heaven papier en de bloemen die ik gemaakt heb. Het is een hele blauwe verzameling. Dat is wel leuk. Even kijken. Nou, dan gaan we gewoon aan de slag. En de eerste bloem die doe ik expres hieronder, want dat raampje moet open blijven. Ik zal hem even open vouwen. Ik wil dat het raampje een beetje open blijft staan. Dus vandaar dat ik één bloem hieronder zet. Ik denk dat ik eerst even deze bloemen ga doen. En dan verder ga kijken wat overal nog wat tussen past. En dit is een kwestie van tutten, hè? Opbouwen, inderdaad. Opbouwen van de kaart. De voorbereidingen zijn helemaal klaar. Nou is het een kwestie van opbouwen. En waar je wat wil hebben. Nou, dat is altijd even zoeken. Maar dat komt helemaal goed. Even kijken. Inkt, inkt, inkt. Ja, ik heb gekleurd met inkt. Als dat bedoeld wordt. Die kalkachtige inkt is dat. Het klinkt altijd een beetje gek. Maar dat bedoel ik. Ja, het is echt een kalk inkt. Zo. En er komt nog van alles bij. Dit is even de basis. Het opzetten van de basis. En ik wil vooral de onderkant een touffe maken. Poederinkt.
poederinkt. Ik ken eigenlijk alleen de kalkachtige inkten zoals deze. Ik weet niet precies wat je bedoelt met poederinkt. Ja, kalkinkt. Een beetje kalkachtige dye-inkt is het. Ik denk dat ik dit... Ondertussen valt er een lampje uit. Dus ik ga heel even een stekkertje terug doen. Want anders zien jullie mij niet goed genoeg, denk ik. Nou, dat zijn dan... Is dan de basis... Voor één. En hier, dit is altijd even zoeken. Van wat vind ik mooi? En waar vind ik hem mooi? En wat vind ik niet mooi? Van pastel zelf ken ik niet. Ik heb helemaal niks ervan. Ik durf daar helemaal niks van te zeggen van die pastels. We kunnen ook niet alles maar hebben. Ik heb er geen eens plaats voor. Gaat gewoon niet lukken. De Magicals, dat is poederpigment inderdaad. Daar kun je wel mee, nou daar kan je heel veel mee. Dat heb ik natuurlijk al heel vaak laten zien tijdens lives. Maar dat is, daar zou je dit ook mee kunnen kleuren, ja zeker. Maar ik vind dat kalkachtig. Ik vind dit altijd mooi op foam. En dit is ook niet zo duur, dus dan is het nog eens leuk als je daar een paar kleurtjes van hebt. Nou, dat is de basis. Deze denk ik niet dat ik dat leuk vind om te gaan gebruiken. Wat ik ook nog had, en dat vergeet ik helemaal. Ik weet ook niet of dat leuk zou zijn geweest. Dat is dat stokje. Ik heb het ooit een keertje ergens bij een tuincentrum of zo gehaald. Is dat nog wat om erbij te doen? Nee, hoeft niet per se. Nou. En dit is inderdaad verder opbouwen van nou, waar is het nog leuk, waar is het niet leuk, wat kan waar nog bij, wat is mooi, wat is niet mooi. En dit is dat esthetische gedeelte. Een fijne inkt met een glimmertje erin, dat weet ik even niet wat je bedoelt. Zo. Dit is altijd zo. Ik vind het heerlijk om te doen. Dit pielen. Pielen. Kijken of ik beter een groen nog kan doen. Nou, dit is echt gewoon een kwestie van... Wat vind ik mooi, wat vind ik niet mooi? Ja, dat stokje had als eerste gemoet. Ik vergeet hem gewoon. Dan heb ik hem niet in zicht liggen hier op dit plekje en dan vergeet ik het. Dat stokje was wel de bedoeling. Maar ik zal hem vast toch wel een keer zoiets maken en dan zal ik sowieso een stokje nog wel een keer doen. Dus het komt echt wel een keer goed. Die stokjes zijn altijd wel leuk om te gebruiken. Ja, inderdaad Annemieke. Dit is voor mij ook dit is voor mij echt ook een beetje ontspannen. Nou. Nou, dit wordt toch al wat, hè? Is het een beetje shabby chic? Ik vind van wel. Ik vind hem shabby chic. Kijk. Zo. Dat was mijn eigen schuld. Even kijken. Ja, Yvonne, we gaan gewoon voor. Ik zeg gewoon voortaan wat ik heb. En dan kunnen jullie zeggen van let op. Je moet eerst nog dit en je moet eerst nog dat. Lijkt me helemaal een plan. Dan heb ik dat in mijn hoofd. Dan heb ik dat ook helemaal gepakt. En dan denk ik, oh werkelijk, ben ik dat nou serieus vergeten om... Ja, dan ben je serieus vergeten om te gebruiken. En dat zal niet de eerste keer zijn dat me dat overkomt na een live.
Dat ik aan het opruimen ben, denk ik, oh werkelijk, dit had ik ook nog moeten doen of willen doen. Ik wil altijd veel te veel doen en veel te veel laten zien. En nou ja. Ik trek ineens een draad. Dat zal mijn eigen schuld zijn. De bloemenstand, Carla, is de Florals 1. Florals 1 van de Paper Flower collectie van Elizabeth Craft Design. En wat ik zei, ik weet bijna wel zeker dat deze week die nieuwe collectie die binnen no time was uitverkocht, dat die eerdaags weer binnenkomt. Dus dat heb ik zo begrepen. Niet dat ik hier zit te liegen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan zal ik zo nog even één dingetje laten zien. Waar ik heel veel mee werk. En ik doe dat vaak buiten het beeld. Omdat ik dan denk, oh jeetje, ik ga veel te lang door. En jullie zitten al zo lang naar mij te kijken als ik loop te pielen. Maar ik wil straks meteen toch een keertje laten zien. Wat ik doe om net even wat meer zeg je dat, structuur te krijgen op een kaart. Het groen is ook wel mooi, hè? Dan is het niet alleen maar blauw. Hij moet kunnen staan, dus ik moet niet te veel eronder willen. Dat is niet de bedoeling. Even kijken. Nee, ja, ik dacht dat het binnenkwam, maar ik kan me natuurlijk ook vergissen. Want uiteindelijk werk ik niet bij hobbyvissen, maar dan af en toe hoor ik wel eens wat of dan zie ik wel eens wat. Zie je wat ik ook vergeet? Wat ik ook vergeet is dit. Ja, ik had natuurlijk ook die sisal eerst nog kunnen gebruiken. Die kan ik er nog wel tussen stoppen. Dat kan wel. Maar dit is toch, ik vind het wel helemaal leuk met die foto. Ja, ik ben blij dat ik dat uitgeprint heb. Ik heb vanmiddag een heleboel foto's zitten uitprinten. Dus je zullen wel vaker nog iets van mij bij de kinderen voorbij zien komen. Zo. Ik ga dit zo afmaken. Ik ga deze natuurlijk ook nog ergens op plakken op de een of andere manier. Maar ik wil heel even dat andere laten zien. En dan heb ik weer even mijn craft sheet nodig. Zo. Even mijn paletfles. Ik heb gel medium. En deze heb ik. Dat zijn die steentjes, die artsy stones van Cadence. Je hebt ze ook van Powertex. Powertex, dat heet ze. En daar, maar alleen dat is dan een heel stuk duurder. En dit moet ik heel eerlijk zeggen, voldoet ook. En dit geeft altijd een ongelooflijk leuk effect. Wat ik dan doe, is een beetje lijm op mijn craft sheet of glasmat of net wat je in de buurt hebt. En daar doe ik dan wat steentjes in. Wat kleintjes en een maatje groter. Zo. Dan meng ik door elkaar. En als ik niet genoeg lijm heb, dan pak ik dat er gewoon nog even bij. En nu, dat gel medium droogt helemaal transparant op. Het duurt wel wat langer voordat het droog is. Maar ik breng eigenlijk de steentjes aan
met mijn paletmes. Dat kan ook met een kwastje of net wat je fijn vindt om te gebruiken. Maar dit is wat een beetje het geheim is van heel veel dames. Je ziet als je op Pinterest kijkt en je kijkt op scrapboeken bijvoorbeeld. Dan denk je, waar komt dat nou toch allemaal vandaan? Dat zijn deze balletjes. Dus ik heb daar best wel lang over gedaan om erachter te komen wat dat nou was. Wat die dames allemaal gebruikten. Maar dat is dit. Zie je hoe leuk? Dat geeft net een beetje een leuk effect. En dat blijft ook goed plakken. Soms valt er wel eens een balletje af. Nou, dan kan je hem met een stukje lijm even bij oplijmen. Bijlijmen, oplijmen. Maar dit is gewoon de gel medium. En dat is gewoon lijm. Dus die kan je dat gebruiken om die balletjes mee op te plakken. Dit is wat ik heel vaak doe. Dan krijg je net even wat meer ja, effect op je kaart of op je scrapbookpagina. Of net wat je hebt of wat je doet. Dus je ziet precies die balletjes en ik vind die balletjes zo leuk. Het geeft net even wat meer effect. Ik denk dat jullie wel begrijpen. Nou, als ik het op kleur wil brengen, deze, dan wat ik doe, is ik doe het eerst op deze manier. Ik breng het aan, laat het goed drogen. Dan pak ik een klein kwastje in de verf en dan ga ik ze steentje voor steentje kleuren. Ik ben wat dat betreft echt een beetje precies. Je kunt ook de steentjes van tevoren kleuren. Dus je doet het in een bakje, een klein bakje, met nou, bijvoorbeeld de Magicals. Dan kan je het heel goed met kleuren. Nou, dan breng je het op kleur, laat je het goed drogen en dan breng je het aan met het gel medium. Dat kan ook. Maar zelf doe ik dat eigenlijk nooit. Nou, dit is wel duidelijk, denk ik, wat ik bedoel. Acrylverf, dat kan. Je kan het op allerlei manieren. Het is wel een makkelijk spul. Het is een beetje gipsspul. Dus het pakt snel kleur. Merk ik. Maar dit is erg leuk om te gebruiken. Gewoon die kleine balletjes. Nou, duidelijk denk ik wel, hè? Ja, de vogeltjes die gaan er nog op. En de vlindertjes gaan er nog op. Maar ik zie dat ik aan mijn tijd zit. Dus ik ga dat gewoon nog allemaal doen. Dat komt helemaal goed. Dit wordt een volle toef aan spulletjes. Maar ik denk dat wel duidelijk is wat ik hiermee bedoel. Met een beetje zo'n shabby chic kaart. Hier moet ik nog even wat op verzinnen. En dan nou vind ik eigenlijk die bloemen niet zo mooi zitten. Maar dat corrigeren we weer op de een of andere manier. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week ergens een keertje. Nou, maandag dus niet, hè, want dan ben ik er niet. Maar dat komt vast wel goed. En misschien dat ik dan die vlinderkaart die ik laatst heb laten zien ga doen. Even kijken wat handig is. Fijne avond en tot de volgende keer. Doei doei!